Ons pand staat te koop. Dat dit Ten Boerse restaurant met woning erboven te koop staat, is op zich weinig bijzonder. Maar wat wel opvalt, is dat het na meer dan een jaar nog steeds niet verkocht is. En dat op een ongewoon krappe huizenmarkt. Hoe zit dat? Eens kijken aan de binnenkant. Het zijn oude Duitse coupés. Er zitten echt oude koffers bij van heel vroeger natuurlijk, maar dat is leuk. Nou, dit is ons andere gedeelte van het restaurant. Dit zijn de speciale gerechtjes van ons altijd. Die bedenkt mijn vrouw en ik samen. Maar daar is Dost inmiddels dus wel een beetje klaar mee. Omdat ik met mijn vader heb gezien, die is tot het laatste maar doorgegaan, tot zijn 7e. En ik wil dat eigenlijk niet. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Ik heb ook geen opvolging. Dost heeft het liefst een koper die het restaurant wil voortzetten, maar een vereiste is dat niet. Ze mogen het ook verbouwen naar woning. Twee woningen maken, maar ook. Toch heeft zich na meer dan een jaar nog geen koper gemeld. Je moet wat visie hebben om naar dit pand toe te gaan. Ten eerste omdat een horecaonderneming overnemen tijdens corona risicovol is, zegt makelaar Simon Dalsheim uit Stad. Voor deze reportage heeft hij zich verdiept in het pand. En hij zegt, voor wie er een andere onderneming wil beginnen, moet er nog een hoop verbouwd worden. Daarmee is een extra investering gemoeid, waardoor sommige mensen dat niet kunnen overzien. En eerder zullen zeggen van, nou, laat maar. Het restaurantgedeelte verbouwen en bij het woonhuis trekken kan ook nog. Maar ook dat is duur en met de huidige vraagprijs niet zo aantrekkelijk, denkt Dalsheim. Hier heb je geen buitenruimte. Je buitenruimte zit hier aan de voorzijde. Dat is lastig als woonhuis. Mensen willen bij een huis toch ook een tuin hebben. Dit is ons woonhuis. Dit is net zo groot als het restaurant beneden eigenlijk. Is het wat voor u om over te kopen? Nee, ik vind het hier te druk. Ik denk het wel. Het lijkt me wel gewoon een leuke plekje. Het is een hele mooie centrale plek, maar niet voor ons. Nee? Want wij houden van vrijheid. Een restaurant runnen, dat zie ik niet zitten. Deze jongen wel en hij weet ook al wat voor plek die ervan zou maken. Ja, een plek met verschillende curaçao's eten. Een beetje cultuur in het dorp, dat zou ook wel een beetje leuk zijn, toch? Maar dan komt de aap uit de mouw. Kopen zit er nog even niet in. Ja, nu ben ik een beetje druk bezig. En zo, met, druk school. Bezig? Waarmee dan? Ja, met school. En hier zit onze grote zolder. Komt er binnenkort toch een koper en daarmee een einde aan het horecaleven van Dost? Zo. Dan gaat hij de handel in. Ja, een beetje in de handel, een beetje met auto's en motoren bezig. Wat ik vroeger ook deed, dat lijkt me wel weer fijn om te doen. Ja, moet er wel eerst iemand komen die het gaat kopen hier. Ja. Komt vanzelf iemand. Het hoeft niet morgen. En dan sta je hier nog 10 jaar. Ja, dan hebben we pech. Dan gaan we gewoon door.